6 weken geleden ben ik begonnen als voorzitter voor de Partij van de Arbeid. Ik had het iets anders bedacht. maar het is soms zoals het is. En dat is vervelend. Maar vervolgens moesten we wel als partijbestuur bedenken hoe wij met de situatie om zouden gaan. En als partijbestuur was het voor ons duidelijk dat wij gewoon een ledenpartij zijn. En dat betekent dat de leden aan zet horen te zijn. Dus wij waren overtuigd van 2 zaken. Er moet gewoon een ledenraad bij elkaar geroepen worden. En er moet die ledenraadpleging zijn. En beste mensen, het is een feest geworden van de democratie. Een feest van de Partij Democratie. We hebben laten zien hoe sterk die Partij van de Arbeid is. En daar dank ik jullie voor. Er is natuurlijk ontzettend goed campagne gevoerd. En ik wil ook beginnen om de kandidaten, de 5 mensen, ontzettend te bedanken. Lutz, Ronald, Nebehat, Martijn en Diederik, die geweldig werk hebben geleverd. En laten we... En dan werd er in de buitenwereld gesproken over wat is nou die eenheid van de partijen, van die zogenaamde strategen op de achtergrond die dan zeggen, dat is toch slecht als er verdeelde opvattingen zijn. Maar nee, want Martijn is PvdA en Lutz is PvdA en Ronald is PvdA en Nebat is PvdA en Diederik is PvdA. En dat is juist die brede volkspartij die wij zijn. En juist die durf van die kandidaten, van die 5, maar eigenlijk van ons helemaal als partij die dit soort dingen aandurft, maakt dat wij een sterke partij zijn die veel betere standpunten heeft, omdat we durven discussiëren met elkaar in plaats van het in kleine kring met elkaar regelen. Dat is de kracht van de Partij van de Arbeid en daar moeten we ook absoluut, vind ik, mee doorgaan. Beste mensen, wat ik heel erg mooi vond de afgelopen periode en met mij het partijbestuur, is de enorme dynamiek in de partij. De energie die het heeft losgemaakt. Al die vrijwilligers bij al die afzonderlijke campagneteams, die hebben een schat aan ervaring opgedaan en die hebben snoeihard gewerkt, allemaal als vrijwilliger. En ook dat vind ik echt geweldig werk geweest. En hetzelfde... En datzelfde geldt natuurlijk voor die afdelingen. Want ik weet niet hoeveel locaties jullie zijn afgegaan. Op het laatst maakten jullie natuurlijk elkaar helemaal gek. Dus jullie zijn overal in het land geweest. Bij alle afdelingen die maar vroegen van willen jullie langskomen met z'n 5, gingen jullie langs. Maar de energie die dat kostte weer, maar ook heeft opgeleverd voor al die afdelingen om dit te organiseren. Ja, petje af voor mij, voor al die vrijwilligers in die afdelingen die dat met elkaar hebben gedaan. En wie ik zeker ook wil bedanken, zijn alle mensen, de betaalde krachten van de Partij van de Arbeid. Hè. Dus de medewerkers ook van het partijbureau. Er wordt soms gemopperd en dat kan allemaal. Maar hoe hard deze mensen de afgelopen weken hebben gewerkt, ik heb het met eigen ogen gezien. Het was dag en nacht werk en ze hebben die debatten geweldig georganiseerd en gezorgd. Mede ook voor dit prachtige resultaat. Dus ik dank echt alle mensen die zo van het partijbureau dit hebben gedaan. En ondertussen hebben we dus de hoogste opkomst ooit, hè? 68,6% opkomst. En dat is geweldig. Dat is nog nooit zo hoog geweest. Die partijdemocratie van de Partij van de Arbeid die leeft. En het resultaat zit daar. De samengebalde, zeg maar, uitspraak van de Partij Democratie. Een fantastische nieuwe leider op wie ik heel erg trots ben. En ik verheug me heel erg op de samenwerking met jou, Diederik. Je hebt een briljante kop. Maar ook nog eens een buitengewoon... Of is dat oneerbiedig? Nee, toch? Het is toch briljant hoofd. Maar je bent ook nog eens enorm creatief. En je staat open, zeg maar, voor allerlei opvattingen van ook je collega's. Om altijd het standpunt nog scherper en nog beter te maken. En daarvoor zul je vast en zeker een hele goede partijleider zijn. En ik hoop dat het je lukt wat je gisteren zei. Maar mensen, we moeten door. Want wat er nu is gebeurd, is dat er ontzettend veel energie in die partij is losgekomen. Maar daar mogen we niet bij stilstaan. Nee, we moeten juist extra gemotiveerd zijn om dat vuur wat nu brandt, branden te laten houden. En 2 motivaties voor mij. Ik ben de afgelopen week in een aantal WSW-bedrijven geweest. Ik ben in Waalwijk geweest en ik ben in Rivierenland geweest. En bij allebei die bedrijven worden arbeidsgehandicapten op straat gegooid.
In totaal, bij die twee bedrijven, 60 mensen. 60 mensen die nu nog een baan hebben, trots hebben. En het kabinet, die kijkt naar het plafond, gooit ze eruit en ontkent het ook nog. Dat is een brute schande. En die gaan wij niet accepteren. En ik heb net bij de ingang, die hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal gekregen. Ja, ook een stemkaart, dat ga ik precies zeggen. Ik heb net gekregen, zeg maar, bij de ingang dat er een landelijke demonstratie plaatsvindt. Wij wisten dat natuurlijk al, maar die is 22 maart. Mariette Hamer vanuit de fractie is er ontzettend druk mee. Heel veel lokale wethouders zijn er ontzettend druk mee. Heel veel raadsleden zijn er druk mee, maar alle leden horen hier druk mee te zijn. Wij moeten dit plan van dit kabinet gaan stoppen. Weg met die wetwerken en naar vermogen. Op naar weer respect voor mensen. Geef mensen kans en breek ze niet af. De tweede motivatie volgens mij, voor ons en zeker ook voor mijzelf die ik voel, waarom we niet genoegen moeten nemen met hoe het is, maar juist die energie, zeg maar, daarmee door moeten gaan, is toch uiteindelijk die Rutte-recessie die op dit moment gaande is. Heel veel mensen verliezen hun baan. En dat ligt maar aan één man en aan één plek. En dat is minister-president Rutte die zich laat leiden door een regering van de angst en niet door een regering van de hoop of ook niet gericht op de toekomst. Die man die moet daar weg. Doe voor heel veel mensen, en je ziet het aan de jeugdwerkeloosheid, hoe die stijgt, overal in het land. Hoeveel kansen hebben die jongeren nu nog op een zelfstandigheid? Wij zullen daar nooit genoegen mee nemen. En het is daarom dat wij ook vol moeten gaan met het verder doorgeven van die energie. Niet stoppen, zeg maar, nu we een beetje zoen hebben. Maar juist doorgaan, omdat er een noodzaak is dat er een krachtige Partij van de Arbeid is. Dat dit kabinet weg moet. Daarom willen wij als partijbestuur ook verder gaan met 4 verschillende pijlers. Allereerst zullen wij als partijbestuur dit soort debatten blijven organiseren? Dan het liefst niet weer zeg maar over partijleiderschap, maar zeker wel over ieder inhoudelijk onderwerp. Want er zijn heel veel onderwerpen in de Partij van de Arbeid waar we debatten over hebben, discussie over hebben. Dat hebben de kandidaten ook hebben laten zien en dat is goed. Maar dat moeten we dus blijven doen. Dus met elkaar moeten we, zeg maar, de moeilijke debatten juist opzoeken om sterker te worden, scherper te worden en beter te worden. En dan gaan we dit kabinet verslaan. Het tweede wat we moeten doen is uiteindelijk gewoon leden werven. U heeft allemaal een ledenkaart op uw stoel gehad. Leden werft leden. Dat is toch wel de opgave van ons allemaal. Want we moeten een sterke sociaal-democratische partij zijn. Anders komt dat nog, dat wordt uitgereikt. En mijn belofte is dat ik ieder lid die 10 leden heeft geworven, daar kom ik persoonlijk een appeltaart bezorgen. Als ik dan nog een hapje mee mag eten, word ik nog omvangrijker, maar dat kan ik nog net hebben. Mijn jasje zit nog een beetje rek in. Dus dat is het tweede wat ik ontzettend belangrijk vind. Het derde wat we met elkaar moeten doen, is volgende week, de 24e, is ook een canvasactie. We moeten de straat op. We moeten laten zien dat dit kabinet fout is. En daarvoor zou het heel mooi zijn als wij als Partij van de Arbeid volgende week zaterdag de 24e massaal zijn. Diederik zal op straat zijn. Alle Kamerleden zullen op straat zijn. De hele Partij van de Arbeid moet op straat zijn. Om te laten zien dat dit kabinet echt weg moet. Het laatste wat wij echt gaan doen met elkaar, als het aan mij ligt, is verder gaan met inhoudelijke vernieuwing. Wij mogen ook niet stilstaan bij hoe het nu is. Wij moeten een einde maken aan die machteloze politiek. Mensen moeten weer wat te zeggen hebben over het onderwijs van een kind. Ze moeten zich prettig voelen in die zorg. En ze moeten zich niet op de schopstoel constant voelen zitten bij het bedrijf waar ze werken. Dat is de opgave die we hebben. En ik wil absoluut door met linksom uit de crisis. Want ik vind het onacceptabel dat we in Nederland ondertussen de aandeelhouders beter beschermen dan de werknemers. Dat kunnen we als Partij van de Arbeid niet accepteren. Tot slot, voor die krachtige sociaaldemocratie is die Partij van de Arbeid nodig. Zonder Partij van de Arbeid hebben we geen sociaaldemocratische toekomst.
En dus ook geen toekomst van sociale rechtvaardigheid, want dat zijn de beginselen van de Partij van de Arbeid. En vanuit die idealen zullen we met elkaar, met de fractie en zeker met Diederik als nieuwe partijleider zoeken naar de beste oplossingen voor de toekomst van ons land, zodat iedereen een kans krijgt om mee te leven en niet alleen maar een paar mensen waar dit kabinet Rutte op is gericht. Dat is de opgave van de sociaaldemocratie. Daar zal ik voor strijden, samen met jullie, samen met de fractie, en daar gaan we Nederland veranderen.